Yo bros, daar zijn we dan weer bij een nieuwe video van mij. Bioshock Infinite Part 3. Welkom allemaal weer. We zitten in het pauzemenu, maar we gaan per direct weer verder met de epicness. De eerste bros gekilled hier. Hoe dit precies allemaal werkt en hoe het moet, geen flauw idee. Even kijken. Even kijken. Oh, what the fuck heb ik gedaan? You're low on salt. Dat was ook niet echt slim. Ik kan het... Oh, fuck. Wat moet ik doen? Bam. Ga dan dood. Bam. Jezus, dat was pittig pijnlijk. Oh, een gun. Awesome. Eventjes kijken hoor. Ik heb sowieso eventjes mijn layout aangepast. En al die andere dingen. Of layout, dat klinkt een beetje raar. Mijn button layout. Want wat er dus gebeurde, je zoomde in door je stuurknuppeltje in te drukken. Nou, zo'n gamer ben ik totaal niet. Bij mij moet alles gewoon lekker L1 en simpel en basic zijn. Dus dat heb ik ook per direct gedaan. Even kijken, nee, hier moeten we niks doen. Even kijken. Oh, salt. Awesome. Geef me dan. Oh, ik zit al volledig gewoon salt. Oké. Eventjes kijken. Kijk, nou krijgen we eindelijk een soort van lijn in de game. Eventjes kijken. Oh shit, ik schrok gewoon van het ding. Door die muziek en dat ding tegelijk. Kunnen we... Ja, kijk, hier zit ook nog allemaal shit in. Het is soms super handig om mee te nemen, dus ik moet niet te snel door de game heen gaan. Wat zit hierin? Geen idee. Pak het maar gewoon op. What the fuck gebeurt hier allemaal? Fireworks. Son of a bitch is in the park. Bam. Oh shit, het werkt echt nice, jongen. Bam, critical hit, inderdaad. What the fuck, het is een soort van Borderlands met die tekstjes erbij. Oh shit. Dus, oh, what the fuck. Er zweven gewoon guys aan dat ding, man. Dit is fucking epic, jongens. We zetten gewoon lekker alles vuurwerk aan. I don't give a fuck. Even kijken, wat doet het? Oh, misschien kunnen we... Oh, dit stelt helemaal niks voor. Ik denk we laten het gewoon aanstaan, zodat het fucking veel helpt ofzo. Boeit gewoon helemaal niet. Ik heb ook echt nog maar één special power en dat is dat... Oh ja, dat is dit hier. Awesome, nou hoort die bij me. Geef me die koffie, zie. Ik ben koffie verslaafd hier. Bam, dood. Bam, oh shit. Wat kunnen we doen? Jump. Fuck, er stond echt een jump ofzo. Hallo, geef me... Ja, ik weet dat ik zo kan springen. Oh shit, 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 shit. What the fuck is die guy aan het doen? String him up. Bam, in de lucht, bitch. Nice. Oh shit. Bam! Oh, what the hell. Dit is echt een gruwelijke game. Shit, man. Holy fucking schneezel op de show. Oké, waar moet ik heen? Search Corp. Oké, daar zit helemaal niks bij. Even kijken. Waar kunnen we heen, boys? En girls. Oké, deze deur is dicht. Hier moeten we blijkbaar niet heen. Even kijken of mijn sensitivity nog steeds hoog staat hoor. Gameplay. Oké, daar staat het niet bij. Graphic, lol. Controller. Sensitivity. Ja, staat nog steeds helemaal goed. Oké, dan gaan we gewoon door. Oh shit, die boy. Oh shit, critical hit. Wat werkt die game goed zeg. In vergelijking met de vorige Bioshock werkt de game echt super awesome. Hallo, pak het op dan. Oké, er komen daar guys vandaan. Oh, bam. En jij ook, bam. En jij ook, bam, bam, bam. Oh shit, a real pistol fight. Ja, inderdaad. Oké, misschien kan ik machines van mij maken of zo op de een of andere manier. Even kijken. Oh shit, die muziek ook. Wat een toffe game, jongens. Oh, ik ben helemaal fan. Helemaal fan. What the fuck gebeurt hier? Jij moet bij mij horen. Nice. Oké, die boy hoort bij mij. Ik moet natuurlijk wel, op de een of andere manier held zien te krijgen. Hè? Want ik weet nog niet precies hoe dat werkt. Misschien kunnen we dit leeg eten. Nee, dat is alleen voor salt. Ik wil popcorn, jongens. Geef me popcorn. Oh shit, wat de fuck is hier gaande? Oh shit, kijk hem rennen. Dat zijn nu alleen nog maar politieagenten. Later wordt het gewoon mutanten en shit. Oké, what the fuck? What the fuck? Bro, je hoorde bij me. Oh, niet meer? Nee, dan niet. Dan hebben we heel snel ammunition of help nodig, want anders ben ik echt dood. Even kijken hoor. Kon ik iets oppakken? Ja toch?
Oké, alleen dit kon ik meenemen. Waarschijnlijk komen er nu gasten achter me aan, gelukkig niet. Ik kan deze... Oh, nice! Eten! Oh shit, ik ben meteen aan het Gen Z. Woehoe, woehoe, party hardy, meteen aan de drugs. Hallo, geef me pistol en mijn full. Oh, lol, mijn lol, ik kan niet eens meer praten, mijn health is ook weer vol. Oh, nice, wat monies. En barrel. Oké, nou ja, we pakken al die shit wel op en we gaan meteen weer verder met deze... Het zat hier in de koffie, altijd awesome. En we pakken salts. En nog meer, geef me stimpacks, yo, health is full. Oké, ik kan dus geen dingen pakken ofzo. Open the gate. It's getting hot. What's going on? Ja, inderdaad, wat de fuck is er aan de hand hier? Holy fucking shit, moet ik hier tegen vechten? Dat meen je niet. Oh, fuck man. Oh, what the hell, waar vecht ik tegen? Oh, wow. Holy shit man. Dit is fucking epic. Wat is dit? Oh shit man, een nieuwe potion. Awesome. Een nieuw soort kracht. Auw! Auw, what the fuck man? Wow! Oh shit! Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Oké, hold and release. Oké, cool. En hoe kan ik switchen tussen deze? Press L2, oké, hold, oké. Oké, cool. I told you, Comstock. You sell them parrot. Oké, en ik heb nu twee krachten en dan kun je... Oh, wat ziet het er allemaal tof uit, jongens. Wat een vette game. No menials in God's kingdom. Well, I have a man in Georgia who leases us as many Negro convicts as you can board. Why, you can say they're super souls. Oh, shit, man. In penance for rising above their station. Whatever and I eases that. Your awesome. Conscience, I suppose. Oh shit, eventjes kijken. We equippen eventjes dit andere ding en dan... What the fuck is hij aan het doen? Wat heb ik nou gedaan? Ik weet niet wat ik doe, zeg maar. Oké, dat was cool. En ik heb meer salts nodig om die... Oh fuck, een hele bom ofzo. Ik weet niet wat ik doe al de hele tijd. Oké, pak het op. Er stond net wel dat als je L2 ingedrukt houdt, dat je een soort van mijn maakt. Auw, deze is helemaal verbrand. Dat je een soort van mijn maakt, maar zo goed werkte het nou ook weer niet. Dus ik dacht, what the fuck, waar is de mijn dan? En ik knal opeens een superbom ofzo. What the hell? Oké, wat heb je hier? Tuurlijk, Silver Eagle, altijd cool. Dit is closed, logisch. Chaos hier, man. Oké, laten we hier maar heen gaan. Wat is dit voor iets gigantisch? The Blue Ribbon. Wow, Piggy. Oitjem. Piggy. Hallo? Ham. Belly. Middle cut. Back. Shoulder. Head. Logisch. Oh shit, de Blue Ribbon. Daar houden ze blijkbaar van varkentjes. Nou, niks anders meer hier. We gaan maar gewoon naar binnen. Fuck it. Leave area. Oh shit, je kan ook echt weg uit gebieden en zo. Ja, we gaan hier weg. We gaan lekker naar deze area. De Blue Ribbon. Jezus, wat een awesome game, jongen. Het is echt, wow. Het is echt cool. En alles werkt ook zoveel beter dan de voorgaande Bioshock. Ik dacht serieus dat, het goed was. Dat Bioshock 2 awesome was. Maar deze besturing, die overtreft dat gewoon. En vooral ook de engine. Het lijkt wel alsof het in een nieuwe engine is gebouwd of zo. Dat maakt het echt stukken beter. Oké. Go to Monument Island of zo. The Rise of Columbia. Oké, dit is wel echt standaard Bioshock-stijl, jongens. Wat hebben we hier? Dit is wel echt standaard Bioshock-stijl. Die donkere plekken en enge gebieden. Het is echt creepy als de motherfucker hier. En ja, we trippen hem lekker op de alcohol.
Oké, op deze manier ga je weer terug, toch? Ja, zie je. Nou, cool. Laten we maar gewoon naar binnen gaan en we zien het wel. Hallo, guys. We have company. We do indeed. Why are you following me? We were already here. Why are you following us? Aperitif. Wat is er? Waarom zijn deze mensen niet boos? What the fuck is deze gast aan het doen? Fucking wasted hero. Met zijn gitaar in de bar. Lol, oh nee, het is helemaal geen gitaar. Never mind, bros. Oké, wat is hier? Ah, allemaal dingen. Nee, dat ga ik niet gebruiken. Dat kost te veel tijd. We hebben hier natuurlijk dit en wat drankjes. Yummy. Hallo? You'll find that handy in a pinch. The difference between life and... Oké. Of magnetic repulsive field to improve defense. What was that? Surprising. Surprising that it worked. Surprising that it didn't kill you. Oh, nou ja, dankjewel. A field around one's body can come in handy. If it doesn't kill you. A fair point. Hoor hun nou praten gewoon over dit. Ja, thanks voor dit allemaal. Je moet natuurlijk wel je geld opruimen, hè, jongens. Anders komt Denna Boy langs die het eventjes van jullie afsteelt. Oké, we gaan hier naar binnen. En nu? Ik vertrouw deze mensen voor geen meter, hè. Het zal wel aan mij liggen, hoor. En we spelen eventjes de audiolog af. Father Comstock called on me today to write his biograph. Me. The man pays for exactly 100 pages in advance. Now, I'm half a Jew when I smell silver, so I say, Father, your flock would pay for 1,000. You know, why settle for less? And then the prophet looks to me and says, 100 will suffice, as I know how it ends. Oh shit, ik dacht serieus dat hier iemand stond, maar het is gewoon een jasje aan een kapstok. Beter, want anders was ik gewoon meteen gefukt. Oh jee, what the fuck gebeurt hier allemaal, jongens? Iedereen is ook boos op me volgens mij opeens, behalve deze mensen in dit gebied. Hallo? Dan moet ik wachten totdat er een gebied dichterbij is ofzo? Oh shit, attach. Oh fuck man. Jezus. What the fuck? Jezus man, dit is fucking vet. Oké, ik kan zo switchen tussen weapons. Wat is dit dan? Ja, ik weet dat dit een of andere machine gun is, maar... Wow, bros. Epic. Alles werkt ook zo cool gewoon. Even kijken, wat hebben we hier? Oké, cool, we hebben dit allemaal bij ons. Kan ik hier naar binnen? Nee, hier kan ik niet naar binnen. Dan gaan we weer omhoog. En dan gaan we daarheen. Dit doet me echt heel erg denken aan Dishonored, jongens. Wat een toffe game, zeg. En gewoon... Oh, what the fuck is hier gaande? Oh, what the fuck, bros? Wat zijn dit voor gasten? Oké, heel cool, maar eventjes kijken. Niks in de lucht dat ik kan grijpen, nee, helemaal niks. Hallo, waar zijn jullie, jongens? Hallo? Alleen maar vogels hier. Oh, ik heb ze nog niet. Oh, daar is ze. Oké, laten we naar hem toe rennen en hem keihard. Bam! Ah! Oh man, zijn kop is er gewoon af. Kijk, bij dit snap ik gewoon dat het 18 plus is, jongen. Wacht even, wat de fuck gebeurt er al? Even kijken, wat hebben we hier allemaal coole shit. Dankjewel voor de spulletjes. En hier hebben we nog meer coole shit. Even kijken, nou, hier is voor de rest niks meer. Kijk, dat was het. En nou wordt het bij mij. Thanks. Attack? Tegen wie zeg je dat? What the fuck is hier allemaal aan de hand, jongens? What the fuck is going on in here?
eventjes kijken. We pakken dat en we gooien daar een ding heen. Bam! Jezus, chaotische game, jongens. Wat awesome! Dit is gewoon een soort van Far Cry met kracht of zo. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oké, we pakken sowieso ammunition. Maar, jongens, we hebben weer dit nodig. Om dat ding bij ons te laten horen. Oh, not enough salt. Oké, dat is good. Dan rennen we er maar gewoon heen. Oké, hier moet ik goed achter schuilen. En eventjes kijken. Volgens zijn hier nog bros. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ik heb salt nodig. Sprong, nice. En nog een sprong. En nice. En hier hebben we salt. Geef het aan me, geef het. Ik wil dat jij bij me hoort. What the fuck is die? Ik wil dat die machine gun bij me hoort. Nog meer salt. Thanks. Oh, sick. Die hoort ook weer bij me. Oh, waar de fuck kom je vandaan? Ah, oh, mep. Ah, oh, goh man. Eventjes de nek gebroken. Waar de fuck is iedereen? En we rennen naar toe. Wat is dit voor ding? What the hell? Oké, ik moet eventjes allemaal tot het doordringen wat ik allemaal voor krachten zie. Oké, dit ziet er allemaal heel cool uit, maar what the fuck. Waar zijn we aangekomen, jongens? Waar zijn we aangekomen? Oké, cool. We hebben allemaal spulletjes bij ons. Al die dingen kunnen echt van pas komen, volgens mij. Zoveel geld heb ik opgepakt en zoveel items. Oké, hier kunnen we naar beneden en hier kunnen we op het balkon staan. Wat zal dat inhouden? Eventjes kijken. Het balkon. Oh, wacht. Hier kan ik naartoe. Cool. Oké, daar zit salt in. What the fuck? Word ik nog ergens aangevallen? Even kijken. Nee, daar kan ik niet heen. Fuck off, jongen. Kudding. Zou ik daar ook heen kunnen? Ja, daar kan ik ook gewoon helemaal heen. Maar ik wil daar heen. Ik wil eerst even hier naar beneden lopen. Jezus, het is echt super vet gedaan, man. Dat ding. Jezus, het is ook nog een beetje creepy, jongen, deze stijl. Die muziek. Holy fuck. Use toilet, juist. Oh jee. Ik haat dit soort kleine ruimtes in games. Locked. Oh jee, it's locked. Purity finds... Oké. May open this chest. Oké, die teddy bear, jongen. The fuck? Otis works up at the lodge part-time. He took this box from one of their secret ceremonies. And I know for sure... Okay, ik vertrouw echt helemaal niets. There is something dear inside. Problem is, Otis is more fool than not. He didn't bother to also secure a key from the Feathered Brothers to open the damn thing. Not like the rest. I'm a progressive. Okay, hallo. Toch vertrouw ik je niet, man. Toch geloof ik helemaal niks van dat je er niet bij je gasten hoort. Let op, hij draait zich straks om en dan killt hij me keihard. Tenminste doet hij een poging. En toch weer dood nu. Kop eraf. Oh jee, gewoon voor niks gekillt. Hij had geen sleutel bij hem. Ik dacht ik kill hem even, hij had die sleutel bij hem, toch? Mooi niet. Oké, what the fuck. Ik heb een sleutel voor iets nodig. Wacht even. Hier is ook niks. Dan gaan we wel gewoon naar buiten de sleutel zoeken. En daar. Oké, we gaan heel snel hierheen. Nee, hier moet ik heen blijkbaar. Oh, wat me dus opvalt, je kan bij elke plek terug. Dus stel daar in het gebouw, daar is een sleutel, dat weet ik. Maar, waar is die sleutel? Dus ik denk dat ik hier ergens moet zoeken in dit gebied. Lekker appeltje trouwens. Yummy. Centjes, altijd awesome.
En drankje erbij, yummy. Alcohol gives you health but damages your salts. Drinking when your health is full has no benefit. Oh, oké, okay, dat is alleen maar dom. Oké, okay, wat de hel is hier gaande? Even kijken, we zitten al op 20 minuten te capture. Oké. What the fuck, wat gebeurde? Oh, dit kan ik waarschijnlijk openen. Ja, dit kan ik allemaal openen. Allemaal kruiden ofzo. Oh, dit kan ik ook nog oppakken. Geef het aan me. Hallo jongens. Oh kijk, er zijn dus nog mensen die wel bij me horen. Keep your voice down. Hallo? Jezus, wat vet jongen. Nou, we gaan hier wel op zoek naar bepaalde dingen en deze mensen horen blijkbaar bij me. Dit zijn gewoon de burgers van deze stad. Oh jee, policemen, ze komen achter me aan. Ik ga hier eventjes zitten in een hoekje en wachten. Thanks voor het kijken naar deze part. Dit was part 3. Ik hoop dat jullie het awesome vonden van weer 20 minuten nieuwe gameplay van deze game. Dit is mijn allernieuwste serie, Bioshock Infinite. Vonden jullie het cool? Vergeet er geen like achter te laten. En zijn jullie nou nieuw, vergeet dan vooral niet te abonneren. En ik zie jullie zo snel mogelijk terug in elke nieuwe video die ik maak, bro's. Dus stay awesome en later.